Hoe kan je een spel klaarzetten bij Kraken? Allereerst moet je natuurlijk via de website inloggen. Je klikt op het slotje rechtsboven en voert in de gebruikersnaam, dat is je mailadres en je wachtwoord. Na het inloggen klik je bovenaan de menubalk op Spellen. Bij de spellen kies je het spel dat je voor je leerlingen wilt klaarzetten en dan klik je op de button Spel klaarzetten. Er komt vervolgens deze pop-up in beeld. Als ik meteen klik op spel klaarzetten, staat het spel meteen klaar bij het tabblad van mijn profiel mijn spellen. En kijk, hier staat hij Escape stroom en dit is de code die gegenereerd is, die nog 15 dagen geldig is en die ik aan de leerlingen doorgeef. Waar moeten ze die code invullen? Laat ik straks zien. Ik laat eerst even die andere mogelijkheid zien. Je kunt namelijk ook een speeldatum plannen. Een datum in de verre toekomst. Als ik weet dat dit spel naadloos past bij een les van geschiedenis die ik op 31 maart 2023 geef, dan plan ik het spel op die datum. Ik klik op spel klaarzetten. En zoals je ziet staat het spel nu ook bij mijn spellen, maar de code is lichtgrijs. Hij werkt namelijk nog niet. Het spel wordt klaargezet op de door mij gekozen datum, 31 maart. En vanaf dat moment werkt het spel wel. Op 31 maart krijg ik ook van Kraken een mailtje waarin staat: Ik heb dit spel volgens planning klaargezet met deze code. Hier zie je een voorbeeld van zo'n mailtje dat ik kreeg voor een eerder klaargezet spel. Zo kun je dus spellen vooruit plannen als je dat ook met je lessen doet. Heel handig, vooral bijvoorbeeld bij weektaken voor leerlingen, want die code van het spel kan je er al ruim van tevoren bij zetten. Waar moeten de leerlingen die code nu gebruiken? Intypen. Daar is een speciale pagina voor, namelijk kraken.nl/slash spelcode. Hebben je leerlingen een startpagina of iets dergelijks op de pc, dan kan je die URL dus invoeren op die startpagina, zodat leerlingen altijd snel en makkelijk op die pagina kunnen komen. Is die mogelijkheid er niet, geen probleem, er zal altijd een button spelcode invoeren op de homepagina staan, die naar die bewuste pagina leidt. Let op, die button zie je zelf niet. Hij is namelijk alleen te zien als je op kraken niet bent ingelogd, zoals bij leerlingen. Je kunt terug naar het spellenscherm en meerdere spellen kiezen. Als je een gratis account hebt, heb je uiteraard een beperkte keuze. Met een premium account kun je kiezen uit alle beschikbare spellen.